jaar doe ik u konde van een vrolijke, maar zeer zeker een heugelijke gebeurtenis in deze stonde. De Almeloze Pallenpazeltocht, dit jaar, voor de 86e keer. Een cultureel evenement, ieder jaar weer. En jullie gaan straks met jullie Pallenpazeltocht een wandeling door de stad maken, de echte optocht. En het allermooiste komt natuurlijk als je terugkomt. Want er zijn al juryleden rondgegaan die jullie palmpazenstokken, maar ook jullie mooie karren. Jij zit in een hele mooie kar. Die karren hebben bekeken. En dan op de tafel hier achter mij, zullen we even kijken. Kijk eens, daar staan de prijzen. Die gaan we straks uitreiken voor de mooiste palmpazenstokken. De Almeloze Pallenpazeltocht heeft gagel. Daar kan iemand. Zo uniek, zoals die man daarbij staat, die wil je toch... De Roparun is een estafette loper die van, in ons geval, Hamburg naar Rotterdam leidt. En die wordt altijd met Pinksteren gelopen met het doel om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En om geld bij elkaar te krijgen, organiseren wij allerlei acties. U biedt 20. Nee, ik zei heel goed dat ik bied. Nee, ik bied 25. Je moet hier aan. 25. U biedt 25. U biedt meer dan 25 euro. Voor deze. Dames en heren, deze staat ook weer voor 20 euro onder de hamer. Wie mag ik daarvoor? Een naaktverlopte rug. Ze heeft in acryl gewerkt. Ze doet heel, heel veel met acryl. Maar ze is echt een multitalent. Ze werkt met allerlei materialen. Deze is vandaag te koop. En ook deze zet ik voor meer dan 20 euro. Mag ik uw vinger zien? Wie biedt 20 euro? Nou, ik vond het wel geweldig leuk om te doen. Ik ben dol op veilingen. Als ik enigszins kan en ik kom een keertje voorbij, dan ga ik naar een veiling. Gewoon omdat ik dat prachtig vind. Maar dat was voor mij wel de eerste keer dat ik het zelf moest doen, eerlijk gezegd. Dus een beetje zweethandjes had ik wel. Wat was de opbrengst ongeveer? Er is net geteld en er was iets meer dan 1500 euro bij elkaar gebracht. Dus dat is, dankzij die kunstenaars die hun werk voor niks ter beschikking hebben gesteld, was het natuurlijk voor mij een eitje. Hè? Dus het maakte niet uit wat ze ervoor kregen, als er maar gewoon geld werd opgehaald voor de Europa Run. En alles was meegenomen, dus van daaruit konden we mooi laag inzetten. Ja, bij sommige werken is het natuurlijk enorm opgeboden. We hebben, dacht ik, één werk voor boven 150 euro verkocht. En alle kleine beetjes helpen. Wat ook belangrijk is, is gewoon dat deze mensen zo hun werkjes zo mooi geëxposeerd hebben. Die zijn elke maandag aan het tekenen en al die werkjes die verdwijnen in een map. En nu hangen ze een keer hier en dan zie je hoe prachtig, prachtig, prachtige dingen daar allemaal in die mappen zitten. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat die nu echt een keertje in beeld komen hier op de vierde van de Java-toren. Er zijn heel veel dingen die ik leuk vind, maar dit vond ik echt heel erg leuk om te doen. Voor deze meneer vraag. Wie biedt er meer dan 25 euro? 30 euro wil ik zien. Niemand meer dan 25 euro. Meneer, 30 euro voor meneer hier in de hoek. Wie biedt er meer dan 30, 35 euro? Niemand meer dan 30. Dat is het voor u. Gefeliciteerd. En u allemaal, gefeliciteerd. We'll be right back.
Wij zijn van het troostdekentje Overijssel. En wij haken heel belangeloos voor ernstig zieke kinderen dekens, knuffels en noem maar op. En dat verzenden we gratis door heel Nederland heen. Dus als er een aanvraag binnenkomt voor een ziek kind, krijgt het kind een troostdeken met een knuffel erbij. Maar ook alle broertjes en zusjes krijgen een zorgenvriendje erbij. En dat doen we geheel belangeloos. Heel lief naar huis gezegd, altijd aan het handwerken. Ook zelfs nou de nieuwe diamantpeten, dus zijn we ook mee bezig, ja. Nou, dan heeft u wel wat verkocht? Ah, het begint net, hè. Ik heb wel wat verkocht, maar het loopt nou net, hè. Sjoerd Heida. When I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, when I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell with all my love and faith. Now when the train rolled out of the station and I looked her in the eye. Yeah, when that train rolled out of the station and I looked her in the eye. Time.
Dit gietstenen beeld van Jannie Brugman is van 1973. Het beeld is door de NMB, nu ING, aan de gemeente Almelo geschonken en werd door toenmalig burgemeester Schneiders gebruikt om het kantoorpand ceremonieel te openen.